I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see. Good morning, welkom bij weer een nieuwe video. Het is vandaag donderdag en ik heb er zin in. Ik was maandag aan het klaarmaken, toen dacht ik opeens, hey, ik heb twee nieuwe producten die ik heel graag met jullie wil delen. Namelijk mascara, heb ik nog niet opgedaan. En droog shampoo, die ik eigenlijk altijd in mijn haar doe na het krullen, heb ik ook nog niet gedaan. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Namelijk de Mega Volume Miss Baby Roll mascara. En deze is echt fantastisch. Ik ga het jullie gelijk laten zien. Nog helemaal geen mascara op. En dan. Nou, dat is toch fantastisch. Dit is echt mijn nieuwe favoriete mascara. Alsof ik nepwimpers heb. Top! Oké, next. Ik heb mijn haar al gekruld, maar daarna doe ik altijd droog shampoo. En dit is mijn nieuwe favo. Van Batiste. En dit is dus voor brunette. Divine brunette met een vleugje kleur. En ik vind hem dus heel chill. En wat ik altijd zelf doe is wanneer ik mijn haar gewoon heb gekruld, erin sprayen. En wat wel fijn is aan deze, omdat er dus een vleugje bruin bij zit, vleugje kleur, is dat je niet zo'n witte waas over je haar krijgt. Dus hop, hop, hop. Deze kan je gewoon lekker zo er doorheen doen. Want ik vind het lekkerder dan heel veel haarlak. Kijk eens. Heerlijk. Ik zal linkjes eventjes hieronder doen. Want dit zijn echt mijn favo op het moment. Oké, super vet. Ik heb net echt een te leuk telefoontje gehad. EasyJet is namelijk echt super super blij met de beelden die ik heb geschoten in Kroatië. En willen dit vaker gaan doen. Dus ik ben echt helemaal zo blij. Echt. Het is ook een soort opluchting, omdat het natuurlijk de eerste keer was. En het kon ook zijn dat ze zoiets hadden van, weet je, we vonden het niks. Maar ze waren dus echt super tevreden en helemaal enthousiast. Dus, dit maakt mij zo blij. En zij hebben zelf een filmpje gemaakt van ongeveer een anderhalve minuut. Ik zelf heb een lange versie ervan gemaakt. Die staan al online als jullie deze video zien. Ik zal even een klein stukje laten zien van de video die zij hebben gemaakt. Strakjes naar Split in Kroatië. Met EasyJet. Ik heb net de app gedownload, ingecheckt, dus let's go. Echt veel te leuk. Ik zal eventjes linkjes in de beschrijving doen naar deze video en mijn eigen gemaakte video. Ik hoop dat jullie het leuk vinden, dus ga snel kijken zou ik zeggen. Er is een pakketje binnengekomen en ik weet al wat het is. Het is iets heel lekkers. Ik ga hem even unboxen. Namelijk van Hands of My Chocolate. En die hebben wat nieuws. Oh, ik ben hier zo benieuwd naar. Oh, jullie kunnen me helemaal niet zien, jong. Hands of My Chocolate. Super nice. Het zijn namelijk hier chocolate balls with soft caramel and sea salt. Marshmallow covered with milk chocolate. En chocolate balls with hazelnut, praline en sea salt. Oh my god. Echt. Love it. Thank you. Oh, ik ben hier zo benieuwd naar. En ik zeg heel de tijd. Ah. Maar ik word hier zo blij van. Chocola. Kijk. Zo ziet het dus eruit. Ik ga dit heel snel eten. Thanks. Ik ga deze even testen. Oh, kijk. Super chill. Het zit dus gewoon zo pakt.
Dus zo lekker. Oh mijn god. Het is echt goed. Oh. Ik wil de rest nu ook testen. Nu al fan. Oké, ik ben bij Nan. Hoi. Hoi. En zoals jullie weten doen wij afleveringen van Pretty Little Liars opsparen. En was het nou gisteren of eergisteren? Gisteren is... Nee, eergisteren is de finale. Nee, gisteren. Gisteren was de finale. En we hebben wel een paar dingetjes voorbij zien komen. We weten in principe niet exact wie E is. Maar daar komen we vanavond achter. En dan zullen wij jullie ook vertellen wat we ervan vinden. Ja. Maar ja. Oké, laat ik het zo zeggen. Als je geen spoilers wil. Dat vertel ik wel later. Als je geen spoilers wil, moet je misschien nu maar door. Scrollen, zappen, iets. Of we zeggen gewoon helemaal niks. Kan ook. En dan alleen onze reactie. Weet je wel wat we ervan vinden? Laten we dat maar doen. In ieder geval zijn we wel even bezig. Ja, want we hebben 6 afleveringen te gaan. Dus we gaan er nu eentje kijken. Daarna gaan we eten. En daarna gaan we er 5 kijken. Dus succes voor ons. Secret, can you keep it? Swear this one you say. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. Let me show you that I know you won't tell what I said. These two can keep a secret if one of them is dead. Hi, het is vandaag vrijdag en ik ben net aangekomen in de stad. Ik heb een afspraak met Maison PR bij Jo Malone in de Bijenkorf. En dan krijg ik een super lekkere hand- en armmassage. Ik ken Jo Malone wel. Ik ben er alleen nog niet heel erg bekend mee. Ik weet wel dat het een Engels merk is en een luxe merk met hele mooie geuren. Dus ik ben echt super, super benieuwd. En wat vinden jullie trouwens van mijn nieuwe zonnebril? Die heb ik dus gescoord bij AliExpress voor... €1,30 denk ik. Ik heb hem ook in nog een kleurtje. En er zijn nog 2 zonnebrillen onderweg. Ik ben echt blij mee. Het is zaterdag en ik ben echt al heel de ochtend en middag bezig met spullen uitzoeken. Het is echt een troep. Echt overal ligt nu wat. Maar ik heb honger. Dus ik ga eventjes een pauze nemen en iets lekkers voor mezelf maken. En ik denk dat ik al weet wat ik wil. Namelijk deze sweetcorn burgers. Even licht. Ja, deze sweetcorn burgers. Lijkt me dus echt super lekker. En dan gewoon lekker met een salade. Zo dan. Die zat best wel een beetje vast. Hebben we nog wat?
nu ja. Nou, ik ga wel eerst gewoon deze bakken. En, oké, vraagje. Voor degene die Pretty Little Lies kijken. Wat vinden jullie van het eind? Serious? Kijk. A was natuurlijk al bekend. Ik zal niks zeggen voor degene die dit nog niet hebben gezien. Maar goed. Dus de echte E, die was natuurlijk al bekend. En toen had ik al zoiets van... Oké. En toen kwam natuurlijk AD. En dat je echt denkt, ja, wie is dat? Wie gaat dat voor de rest oppakken? Toen kwam dat uit. Nou, ik had echt zoiets van, serious? Ik dacht, nu wordt er gewoon een hele hoop duidelijk. En dat is het dus eigenlijk niet. Dus ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik hiervan moet vinden. Ik vind het wel een hele toffe serie. Misschien dat ik hem nog wel een keertje ga kijken, maar ik weet het niet. Toen ik in Amerika was, had ik echt alles met jalapeno. Degenen die mijn Amerika vlogs hebben gezien, konden dat zien. Echt de chips, gewoon als het op een pizza zat, waar het ook op zat. Ik vond het fantastisch. Nu was ik laatst bij de Aldi of Lidl. En mijn moeder wordt altijd een beetje pissig om. Want ik weet nooit het verschil tussen de Aldi of Lidl. Ik weet dat het gewoon twee wat goedkopere supermarkten zijn. Maar ik bedoel meer dat ik zeg maar, daar ben ik bij een van de twee geweest. En dan weet ik niet meer bij welke ik ben geweest. Want in mijn gedachtegang is de Aldi en Lidl altijd een beetje hetzelfde. Maar anyway. En dan is dus dit. Nou. Deze dus. Die. Hele pot jalapenos. Dus. Zo hard. Dus bij mijn cornburgers. Ik heb trouwens geen idee hoe het smaakt. Maar ik hou van mais. Want dit hadden ze dus ook bij... Oh, daar ben ik. Dit hadden ze dus ook... Bij de Mexicaanse weken. En ik had nog iets lekkers gescoord. Oké, ik zeg nu wel heel stoer. Ik had wat lekkers gescoord, maar... Mijn moeder bestaat. Deze. Cheese jalapenos. Echt helemaal in mijn element. Maar die bewaar ik even... I don't know. Voor een speciale gelegenheid. Nee, nu wil ik gewoon even een snelle hap. Dus ja, dat dus. Dus ik ben helemaal blij. Nou, dit is het geworden. Heel spannend. Komkommer. Mijn burgertjes. En die jalapeno. Oké, en bij eten hoort natuurlijk een goede film. En ik ben vorige week begonnen met de IMBD Top 250. Ik moet zeggen dat ik daar 80% wel al van heb gezien. Maar ik heb zoiets van... Maar er zitten eigenlijk ook een paar bij. Echt klassiekers die ik nog nooit heb gezien. Zoals... Het is heel schandalig. Maar ik heb nog nooit bijvoorbeeld een film gezien van The Godfather. En er zitten ook een paar andere films tussen die ik eigenlijk altijd... Ja, hoe zeg je dat? Een soort van vermijd. Zoals The Boy in the Striped Pyjamas. Iedereen zegt dat het zo'n fantastisch film is. Maar ik heb gewoon niet altijd zin in huilfilms. Want ik weet hoe ik ben. Bij zulke films dan zit ik weer te huilen. Dus ik moet nu een film gaan uitzoeken. Want ik moet zeggen, dat het is ook niet zo dat ik nu gelijk The Godfather ben gaan kijken hoor. En ik zal even laten zien, want je hebt dus een lijst. En dan kan je bij die lijst, kan je zeg maar aanklikken wat je wil zien. Maar ik doe het aanklikken als ik hem dus heb gezien. Want dan kan ik precies zien wat ik heb gezien. Heel duidelijk. Kijk, dit is dus die lijst. En ik heb dus van de week de Shawshank Redemption al zitten kijken. En dit is wat ik bedoelde. Dat groene, dat is dan zeg maar je watchlist. Voor als je die nog wil zien. Maar ik klik hem aan als ik hem heb gezien. Nou heb ik... Oh ja, ik heb Forrest Gump ook van het weekend gekeken. Ja, er zitten er een paar tussen. Seven heb ik nog gekeken. Nou, dit is dan... Ik heb er zeg maar 4 afgelopen week gezien. En ja, de enige film die ik eigenlijk heb... afgestreept die ik niet deze week heb gezien is La La Land, want ja, die heb ik dit jaar al 5 keer gezien, dus ik had zoiets van die zet ik er wel eventjes bij. Maar goed, daar staat die La La Land. Oh ja, en ik heb ook van de week Jaws zitten kijken, super grappig. Die ja, de laatste keer dat ik die had gezien was ik 7 of zo. Dus ja, welke ga ik hier eens van kijken? Oké. Ik ben eruit. Ik ga Fight Clubs kijken. Met Brad Pitt en Edward Norton.
Ik twijfel over deze of ik hem ooit heb gezien. Ik denk het wel. We gaan het zien. Oh ja, want dat is wel een probleem. Niet alles staat op Netflix. En ja, je kan het op de illegale manier kijken. Maar ik vind mijn Netflix altijd wel heel chill. Maar Fight Club staat erop. Dus dat is top. Here we go. Ik zit in de auto op weg naar Deen. Die viert super gezellig ter verjaardag. En ik blijf er ook super chill gelijk slapen. Want dan kan ik ook gewoon even lekker een drankje nemen. Dus ik neem jullie mee. Cheers. Cheers. Ja. Oeh, even een tijdelijke bril op. We zuipen ons rot. Deen, where are you? Sirene, je ding zit ondersteboven. Achterste voren. Wat ben jij? Ik klopt niet. Ik moet te rennen. Hi. Let's party. Dat doen we. Nan, ja. Wat vond je van de allerlaatste aflevering van Pretty Little Lies? Want we hebben natuurlijk de laatste 20 minuten niet samen gezien. Heel bijzonder. Heel bijzonder. Ja. Ja. Ik had het niet verwacht. Mag ik ook een foto doen? Ik ben aan het filmen. Mag ik ook? Kijk maar. Even kijken op mijn vlecht. Wil jij je billen Ja, jouw vlecht. Oh, ik zal even jouw vlecht laten zien. Oh, je vlecht. Oh. Wauw. En nou met je billen. Dat is mooi. Ja, zie je? Wauw. Ja, verbrand. Uit gras. Kijk, daar jongen. Wauw, wat mooi. Als je even belt. Oké, wat gaan we doen? Waar? Zelf koken. Op de Ovi. Kijk, wat mijn oom heeft dus een heel leuk nieuw speeltje. En deze plaat hier, die is dus super warm. En daar kunnen we allemaal lekkere dingen op doen. Kijk eens, joh. Ja, er staan nog blauwe, die blauwe staat ook nog in. Ja, doe het in. Oh. Ja. Wij hebben er ook twee. Voor mij. Ja, nee. Zo, ik ben weer thuis. Mijn neefje was jarig, dus we gingen zijn verjaardag vieren. Was super gezellig. En ik ga nu Fight Club afkijken. Ja, ik vind het niet echt een hele, hele leuke film. Hij staat op nummer. Wat was het? Nummer 9 of 10? Ik ga eens kijken. Hij staat op een nummer. 10. En dat doet me een beetje denken aan American Beauty. En die staat ook hoog in de lijst. En dat is ook zo'n film. Ik weet het niet. Er is iets vaas aan die films. Misschien dat ik dat type film gewoon niet begrijp. Maar ja, nee. Ik ga hem wel afkijken, want zo ben ik wel. Ik ben niet het type wat stopt met een film. Dus ik ga hem afkijken. Kan ik hem afvinken. Maar daarna moet ik wel echt even een betere keuze gaan maken. Want
Hier word ik niet echt vrolijk van. Ik ben de film nog steeds niet gaan kijken. Ik zit lekker vlogjes te kijken. Allemaal Coachella video's. Van Kenza. En Emitas. En Jenny Deler. Oh, ik heb er zoveel zin in. Dus ik denk dat ik gewoon lekker heel de tijd dit ga kijken. En ik ga ook gelijk de vlog afsluiten. Want ik ga toch niks meer uitvoeren voor de rest vanavond. Gewoon lekker vlogjes kijken. Maskertje, denk ik lekker. Ja. Dus, vond je de video leuk? Thumbs up. Abonneer je op mijn kanaal. Je kan zo nu hier zo klik klik erop. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei!